We bekijken deze som, standaard gelijkspanningsvoeding met een trafo, een gelijkrichter en een afvlak-elko. Gemiddelde stroom door de belasting bedraagt 2 ampère, de secundaire spanning van de trafo 9 volt en de doorlaatspanning van de dioden is 0,7 volt. De eerste vraag, bereken de rimpelspanning. Nou, die kunnen we berekenen met de benaderingsformule. Delta U is IRL gemiddeld gedeeld door 2FC is 2 ampère gedeeld door 2 maal. En bij F gebruik je de netfrequentie 50 maal 6800 maal 10 tot de macht min 6. Dus doe dat ook met exponenten. Nou, die kunnen we even invoeren. 2 gedeeld door haakje openen 2 maal 50 maal 6800 exponent min 6 haakje sluiten is 2,94 volt. De tweede vraag is bereken de maximale spanning over de belasting RL. Nou, de maximale spanning die kunnen we afleiden van de trafo-spanning. Er wordt opgewaardeerd naar de topwaarde van de sinus, die is 9 wortel 2. En we zijn natuurlijk 2 keer de diodespanning kwijt in de gelijkrichter, dus het is 9 wortel 2 min 1,4. En daar komt uit, even kijken, 9 wortel 2 min 1,4. Oh, dat moet ik even opnieuw doen. 9 maal wortel 2 is dat, min 1,4 is 11,33 volt. Bereken dan ook de minimale spanning over de belasting. Je moet je voorstellen dat dit de dubbelzijdig gelijkgerichte sinus is. Dit is de maximale waarde. En hier loopt natuurlijk een bepaalde rimpel, op deze manier. En dat betekent dat we hier ook een gemiddelde waarde of een minimale waarde hebben over de belastingweerstand. En die is natuurlijk met de top-topwaarde van de rimpel het verschil ten opzichte van die maximale waarde. Dus de minimale waarde wordt dan 11,33 min 2,94 is min 2,94 is 8,39 volt. Hoe groot is dan de aanwijzing van de voltmeter? Nou, je moet je voorstellen, deze voltmeter staat in de DC-stand en zal dan ook de gemiddelde waarde aangeven. En die gemiddelde waarde zit hier. Dus die houdt het midden tussen de uiterste waarden, 11,33 plus 8,39 gedeeld door 2. Even kijken. 11,33 plus 8,39 is 9,86 volt. Dat zal de gelijkspanningsmeter aangeven.